Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken met dit mooie frame. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En aan het eind van deze video heb ik een leuke winactie. En vandaag maak je ook weer kans om het bloemstuk van vandaag te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter wat je van deze video vond. Of wat je graag zou willen zien. Doe even een duimpje omhoog en je doet al mee. Dus meer is er niet voor nodig. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onderkopje cursuspakketten en dan kan je er zelf mee aan de slag gaan. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont. Het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. Goed, gaan we nu gaan beginnen. Ik heb dus een heel mooi frame. Deze is in het goud, maar ben je niet zo gek op goud? Dan ga ik straks laten zien wat je nog meer mee kunt om iets natuurlijker te maken. Ik vind goud echt super leuk en helemaal in combinatie met roze. En daarmee gaan we vandaag ook werken. We werken dus met droogbloemen. Met het weer ideaal, want dan heb je echt wat leuks op tafel. Maar wel een heel mooi vrolijk stuk met echt mooie bloemetjes. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb allerlei verschillende droogbloemen, zoals rodante. Echt heel erg mooi, vind ik een mooi vrolijk bloemetje. Wel een wat kwetsbare bloemetje. Papave, statise, limonium, gedroogd gips en mooie roosjes. Dus we gaan gauw beginnen. Het ijzerdraad bevestig ik als eerste onderaan. Het bloemstuk, zodat het goed vast zit. Ik draai hem dan gewoon eventjes vast. En wat je dan doet, is alle bloemen die je gaat gebruiken in kleine takjes knippen. Want je gaat elke keer kleine toefjes maken. En je pakt dan elke keer hele kleine toefjes van verschillende bloemetjes bij elkaar. Zoals je ziet. En het toefje leg je op de kop tegen de ring aan. En daar wikkel je omheen met het ijzerdraad. Je trekt hem even twee keer en dan trek je hem even goed aan. En daarbovenop doe je dan het volgende toefje. Dus je herhaalt het. Dus dat doe je trapsgewijs. Hoe verder je uit elkaar werkt, hoe smaller die wordt, hoe dichter je op elkaar werkt, hoe dikker de rand wordt. En dit blijf je elke keer herhalen. Thank you.
hebt, hem helemaal tot boven aan hebt doorgewerkt, is het belangrijk dat je hem even goed afwerkt. Dat doe je door even extra te wikkelen met het ijzerdraad en de lange steeltjes die er nog aan zitten even af te knippen. En dan gaan we hem mooi afwerken. Dan ga ik ook even uitleggen wat je kan doen als je niet van het gouden houdt, om dan iets natuurlijker te maken. Je wikkelt dus even echt goed door met het ijzerdraad, dat alles goed stevig vast zit. Dan knip je het ijzerdraad af en wikkel je het laatste eromheen. Zorg dat er geen takjes meer uitsteken. Dan gaan we hem afwerken met touw, met jute touw. In het begin maak je er gewoon even een knoopje in, dat hij goed vast zit. En dan wikkel je hem er flink een aantal keer omheen. Ben je nou niet gek op het goud, dan kun je de extra touw aan toevoegen door hem helemaal door te wikkelen tot het eind. En dan hou je hem helemaal natuurlijk. Maar ik werk hem af met alleen het eind, omdat ik het goud juist heel erg leuk vind. En er mag echt wel een flinke wikkeling zijn. Je mag het touw goed zien, want dit geeft juist een sierlijk effect in het stuk. En het eind kun je gewoon weer vastmaken met een knoopje. Ik vind hem echt al prachtig. Die kleurencombinaties zijn heel erg mooi. Maar omdat hij zo mooi open is, kan je er nog extra flesjes in hangen en daar wat bloemetjes in doen. Je kan daarvoor kiezen om daar verse bloemetjes in te doen, maar ik hou het nu in het met droog bloemen. Maar als je meer van verse bloemen houdt, kun je dan heel leuk combineren met vers en droog. En vooral met warme weer is dat dan natuurlijk heel erg leuk. Aan de glaasjes maak ik een touwtje en deze hang ik op verschillende hoogtes in het bloemstuk. In het stuk natuurlijk met de glaasjes spelen met de hoogtes. En het leuke is ook natuurlijk, heb je een paar bloemetjes over, dan kan je die heel leuk in het vaasje stoppen. En dan zie je dat je op verschillende hoogtes de flesjes kan hangen en hiermee kan spelen. En ook met de bloemetjes kun je heel leuk spelen in dit stuk. Vind je dit pakket nu leuk en wil je dat bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je kan dus kans maken om dit pakket te winnen. Laat hiervoor eventjes je reactie achter en doe even een duimpje omhoog. Wil je dubbel kans maken? Deel het dan op Facebook of Instagram. Dan doe je twee keer meer, dus maak je dubbel kans. Extra leuk. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand ook nog eens extra kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en wens ik jullie een hele fijne dag toe. Doeg!